Veel lekkages kunt u voorkomen door uw dak op tijd te laten onderhouden. Maar u kunt zelf al heel veel doen. Als u dakpannen heeft die volgegroeid zijn met mos, dan kunt u die met een staalborstel verwijderen. Tussen de pannen kunt u de gootjes reinigen, zodat het water makkelijker weg kan. De meeste lekkage bij Velux ramen of dakramen komen doordat de gootjes verstopt zijn. U kunt de gootjes simpel ontstoppen door de pannen omhoog te wippen en de blaadjes en de mos te verwijderen.